Ruben Danschotter, laten we beginnen met een felicitatie. Want er is een nieuwe regering in België. Ja, nog niet. Maar die komt eraan. Dus ja, we zien wel, ik volg het niet echt. Nee, hou je daar verder niet mee bezig? Nee, het is een soap geworden. Ik kan beter dan mooi aan mijn doorloos kijken, denk ik. Oké, okay, nou, dan waar het echt om gaat. Het voetbal. Heb je een beetje geslapen de afgelopen dagen? Ja, het viel wel mee. Natuurlijk vrijdag na de wedstrijd zie je die bal wel een paar keer passeren. Maar oké, okay, ja, je moet verder. Er is niks meer aan te veranderen, anders was het al lang omgedraaid natuurlijk. Je zegt, je ziet zo'n bal een paar keer langsgaan in je gedachten. Heb je dan ook ben je dan op zoek naar een verklaring voor jezelf? Ja, een verklaring. Eigenlijk was het zo, die bal wordt getrapt en op het moment dat ik vooruit kom, gaat hij weg in het licht. Waardoor ik, ja, ik weet niet, mijn timing was daardoor verkeerd en ik ga onder de bal door. Ik was hem echt volledig kwijt in het licht. Dus ja, ik wil geen uitvluchten zoeken of zo. Hij zit erin, ik moet hem sowieso hebben. Maar ja, het is jammer, want uiteindelijk speel ik wel 90 minuten een goede wedstrijd. En was minuut 91 er te veel aan voor mij. Probeer je gevoel eens weer te geven dat je hebt na zo'n moment. Ja, het is moeilijk, moeilijk weer te geven. Ook er gebeurt zoveel om je heen dan. Dan ga je gewoon verstand op nul, ga je gewoon binnen en even 5 minuten voor jezelf en dan pas proberen wat rustig te worden natuurlijk. Je zegt het zelf al, je speelde verder een prima wedstrijd en na afloop gaat het dan alleen over zo'n moment, dat is het leed van een keeper. Ja, dat is waar en het is niet anders. Je weet het als je doelman bent, als jij een fout maakt, gaat hij er meestal in en dat was het geval bij mij. Is het dan nog extra zuur dat, omdat je als tweede keeper optreedt, je nu een kans krijgt? Dan wil je jezelf natuurlijk laten zien dat je dan op zo'n moment, op zo'n manier naar voren komt. Ja, het is vooral zuur als je ziet, we spelen een hele goede wedstrijd. Eigenlijk, we belonen onszelf door 2 keer te scoren tegen Eindhoven, die heel weinig doelpunten tegenkrijgt. En dan, dan is het plots gewoon allemaal weg. Spelen we nog gelijk, maar dan nog. Eigenlijk had je die wedstrijd moeten winnen. Dus vooral dat is ook zuur. En hoe werkt het dan in zo'n ploeg? Zijn het grapjes de dag daarna? Word je er nog aan herinnerd? Nee, ze hebben me goed gesteund, de jongens. En de grapjes komen meestal van mezelf. Ja, dan moet je mee leren leven. Word er alleen maar sterk van. Nu hoop op een snelle nieuwe kans. Ja, natuurlijk. En geen debakkels niet meer, natuurlijk. Dankjewel.